Rotary International bestaat 112 jaar. De jaardag was gisteren en is gevierd met een Rotary persbijeenkomst in restaurant Spice Quest. Tijdens deze bijeenkomst is ook ruime aandacht besteed aan de Rotary Foundation, een werkarm van de serviceorganisatie die in mei 100 jaar bestaat. Rotary International is in 1905 opgericht door de Amerikaan Paul Harris. De missie was toen en is nog steeds het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma's van humanitaire en educatieve aard. Anno 2017 heeft de Rotary meer dan 35.000 clubs in 200 landen met een ledenaantal van 1,2 miljoen. Voor wat Suriname betreft lopen we vooruit op het gebied van de jongeren, zegt District Governor-elect Wadi Souma. Hij benadrukt dat met de Rotary Act en Interact Clubs Suriname een streepje voor heeft op de VS en de rest van de regio. Waarom Rotary Act en Interact Clubs is in feite om, al vanaf vroeg de jongeren, de jeugd te betrekken in het werk dat wij als Rotarians uiteindelijk willen verrichten. Ja, het doel dat wij als Rotarians nastreven. Dus in feite is het een naast hun persoonlijke ontwikkeling die we graag willen ondersteunen, is het ook een ontwikkeling van hun in, laten we zeggen, het Rotary leven. Dus uiteindelijk hopen we dat Rotary Actors doorstromen naar de Rotary. Volgende. De Rotary Foundation. Wil je projecten uitvoeren, dan heb je natuurlijk op een gegeven moment heb je, laten we zeggen, financiën nodig. En de Rotary Foundation, die gestart is in 1917, ondersteunt het werk van Rotary International. Ja? De ontvangsten, de donaties, zijn primair vrijwillige bijdrage van Rotarians en anderen. Tijdens de persontmoeting zijn presidenten van de drie Rotary Act Clubs van Suriname ingegaan op de projecten en de bijdrage die wordt geleverd aan de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om de Rotary Clubs Paramaribo, Central en Paramaribo Residence. Pieter Sonneveld van Rotary Club Paramaribo gaf aan dat zijn serviceclub over de jaren heen veel duurzame projecten heeft uitgevoerd. Ook projecten die een nood lenigen kregen ruime aandacht van Paramaribo Residents. De Rotary heeft 6 areas of focus en we kijken altijd of onze projecten vallen binnen deze categorieën. De 3 projecten die ik voor jullie ga, ik start bij de eerste, is het OPOUI project. Deze valt in de categorie education. We zijn in 2001 gestart met het OPOUI-project om mensen aware te maken, geen vuil op straat te gooien en dergelijke. We hadden wat reclames en wat filmpjes op de televisie, maar de boodschap, we zochten een manier om de boodschap toch beter over te brengen. In 2004 zijn we gestart met het verkeersboekproject en in 2005 is dan onze eerste druk uitgekomen. Pieter Sonneveld, president van Rotary Club Paramaribo. Hij sprak gisteren in restaurant Spice Quest tijdens de persbijeenkomst in verband met de viering van 112 jaar Rotary International.